Ik ben een politica die graag tussen de mensen is. En ik weet ook dat het door die mensen, door jullie dus, is dat ik mijn werk goed kan doen. En hoe meer informatie ik van jullie krijg, hoe beter ik mijn job als parlementslid kan doen. Dat kan zelfs bijvoorbeeld gewoon door een eenvoudig mailtje. Onlangs kreeg ik een mail van iemand die mij meldde dat er problemen waren bij de pensioendienst, bij MyPension. En als ik zo'n mail krijg, dan ga ik na wat er misloopt en dan kaart ik dat probleem aan, bijvoorbeeld bij de minister, of maak ik een wetsvoorstel om het probleem op te lossen, zodat het ook opgelost is voor iedereen. En in dit geval bleek inderdaad dat de pensioendienst de vele vragen voor het afkopen van studiejaren om een beter pensioen te krijgen, dat die aanvragen niet aankonden en dat mensen daardoor soms tot een jaar en langer moesten wachten op een antwoord. Dat kan natuurlijk niet. Daarom heb ik aan de minister gevraagd om een oplossing te zoeken. Hij heeft nu beloofd om extra personeel in te zetten. Ik ben daar heel blij mee dat dat probleem is aangekaart. U ziet, u kan mee het verschil maken, dus ik zou aan iedereen een oproep willen doen. Als je iets ziet dat misloopt, als je een probleem ziet waaraan de politiek iets kan verhelpen, meld het mij. Ik ben jullie volksvertegenwoordiger en het is dankzij jullie signalen dat we kunnen zorgen dat we in een betere samenleving kunnen leven.